Toen ik Daan voor de eerste keer zag draaien, toen stond ik ook zo van wow, dit is vet, weet je wel. Gast kan echt goed draaien. Mensen zien dat ook. Dat is hoe je je naam opbouwt. Gewoon door heel veel te draaien. Altijd consequent goed te draaien. Ja, en als je dan ook dan tegelijkertijd veel eigen dingen maakt en die uitbrengt en daar succes mee hebt, ja, dan gaat het 3 keer zo hard. En dat is eigenlijk wat er met Daan is gebeurd. Binnen Café Jansen. We kunnen hier net met z'n tweeën door de deur. Letterlijk. Nou, en hier staan mensen al te dringen bij het trapje. Dus hier was het altijd zo. Kom ik zo binnen. En Robert die stond hier zo. Hier, normaal is dit dik. Dit hier op een barpersoneel. Die staat daar te draaien. Ja. En Robert die stond hier bier te drinken. En nou, Boris was hier ook, dus die stelt mij voor Robert. Dus ik zeg, hoe is het jongen? Ja, goed met jou, ja. Zo raak ik aan de praat. Ik leerde Robert kennen, geloof ik, een keertje in het Kerkplein. En dat is eigenlijk gewoon een hele echte vriendschap geworden. En nu nog steeds. Later heb ik Daan leren kennen. Toen was ik 18 volgens mij, 2 jaar later. En toen een keer samen gedraaid op een feestje of gewoon een keer tegengekomen op een feestje. We zijn er nog steeds niet over uit waar de vonk over geslagen is. En toen heb ik Daan en Robert op een gegeven moment aan elkaar voorgesteld, want ik ging veel met Robert om. Ja, zodoende is dat gegroeid. Dit was Daan zijn allereerste bootleg. Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival. Oh ja. Leidde dan in de spel. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo. Plukt is ontstaan als boekingskantoor, Plukt Agency. En dat is ook de link met Daan geweest in het verleden. We hebben Daan daarvoor mogen vertegenwoordigen. Ik ben de eigenaar, oprichter. Mijn operationele rol is creatief adviseur, zeg maar. Zij programmeerden een discotheek in Eindhoven, Bermuda. Daar werden Daan en Boris resident DJ's. En daar zijn ze uiteindelijk natuurlijk ook vaak samen geweest. En volgden ze elkaar op. Tenminste, dat was dan de bedoeling, maar uiteindelijk stonden ze dus alle twee de sets gewoon met z'n tweeën in de DJ-boot. We hadden toen een paar plaatjes gemaakt. En edits, en bootlegs, die we overal draaiden. Het, gewoon... nou, het was een soort après-ski house. Carnavalhuis. Carnavalhuis, ja. Het was ook echt gewoon hilarisch om te zien. Ja, het was gewoon één groot feest als we met z'n tweeën stonden. Dus we moesten op een gegeven moment een naam hebben en toen is Brainless ontstaan. Die heeft Daan uit de dag. Dus, ja. We hebben mooie dingen gedaan hoor, met Brainless, want ik bedoel, het feest wat die gasten met elkaar hadden, ik bedoel, het zijn gewoon vrienden natuurlijk, maar dat zag je er gewoon aan af. Het spatte gewoon van de DJ-boot ook. En de lol die ze met elkaar hadden, dat hoorde je ook weer terug in de muziek en dat sloeg over op het publiek. Ja, dit is gewoon een legendarische Café Jansen. Dit is gewoon het Café Jansen, ja. Gewoon alles wat er is gebeurd, gewoon voor ons, weet je wel. Ik bedoel, ik kwam hier als 15-jarige op vrijdagmiddag binnen met mijn rugzak van school en... ja, gooi die achter de bar en het was feest. Hier, dit is eigenlijk het enige café waar ook echt house werd gedraaid. En goede dance werd gedraaid. Ja, ik was toen echt 15, 16 jaar toen ik hier voor het eerst kwam. Ik kwam hier ook letterlijk inspiratie op doen. Natuurlijk, je was een biertje aan het drinken, maar hier hoorde ik mixen. En ik dacht, wauw, dat is vet. Mixte die in één keer Michael Jackson met een of andere houseplaat. En dat inspireerde mij zeg maar, om dat zelf ook te gaan proberen op mijn slaapkamer. Hier is het allemaal gebeurd. Ja. Het gebeurt nog steeds. Het gebeurt nog steeds, ja. Waar ging het eigenlijk over? Volgens mij begon het gesprek echt van, Boris stelde ons aan elkaar voor. En eigenlijk was het volgens mij ging het gesprek over wat we elkaar nooit eerder hebben gezien. Want jij hebt daar gedraaid en ik heb daar gedraaid. En ik letterlijk van, ik heb 4 cd's van je in mijn kast, weet je wel. In mijn cd-koffer. Daar hadden we het eigenlijk over. Ja. Toen had je nog MSN Messenger, weet je wel. En toen gingen we, ik was niet echt aan het produceren, maar ik was meer edits aan het maken en mashups en zo. Dat stuurden we over en weer over MSN en hij was natuurlijk volbak aan het produceren. Dus hij zat alleen maar de dingen te laten horen en ik gaf daar eerlijk feedback op. En ja, zo is het inderdaad. Ja. Hij was natuurlijk al een paar jaar verder en ik was toen net een beetje aan het, testen, aan het kijken wat ik eigenlijk wilde. Want ik maakte toen alleen maar mashups en edits en op een gegeven moment zei hij van je moet gewoon eens even wat gaan maken, weet je wel. Ga maar een remix maken of maak een bootleg. En zo heeft hij mij aangespoord om echt te gaan produceren. Nou ja, dat is denk ik het beste wat me is overkomen. de eerste show die Tiësto ooit gedaan heeft in Marokko. Daar waren we bij betrokken. Dus wij zijn op en neer geweest naar Marrakesh om dat evenement voor te bereiden. En Thijs zou de hoofdact zijn. En daarvoor zou Brainless staan. En, dus ja, zij zijn gewoon naar Marokko toegehaald. Dat was het voorprogramma van Tiësto op een gegeven moment daar in die boete staan. Ik weet ook nog wel de eerste keer dat we op een Majestic Dance Event stonden, op Koninginnennacht in Eindhoven. Dat is gewoon echt 15.000 man, feest en dan zit je dan Brainless neer. Brainless is gewoon carnavalsmuziek, gemixt met house. En ja, dat steeds harder, steeds meer feest en schreeuwen, springen, juichen, bier gooien. En na ons zou toen DJ Roog draaien. En DJ Roog is eigenlijk een van de godfathers of house in Nederland. Echt gewoon een baas. Maar Roog was het toch niet zo mee eens dat wij dat plein zo aan het slopen waren. Dus die zag ik op een gegeven moment, ik draai hem om en ik zie Roog zo staan met zijn koptelefoon. En toen was ik al een half uur met Roog aan het praten. Nee joh, maar ze bouwen wel af op het eind. We maken er wel een mooi bedje van. Ja. Weet je wat het coole was? Ik ben dus nu een plaat aan het maken samen met Roog. En ik heb nog niet verteld dat ik dat toen was. Nee. Dit was als die plaat af is. Ja, mooie tijden. Ik weet dat jullie een intro hadden gemaakt. Elke keer als de DJ-set van Brainless begon. En dit is echt een tijd terwijl die gasten echt al producerende capaciteiten hadden, zeg maar. 15.000 man op een veld in Eindhoven. Goedenavond, dames en heren. Treed vanavond op. Een duo. Een duo dat de wereld niet kent. Hersenloos, maar vol goede moed. Hersenloos? Nemen u vanavond. Keiharde beats. Dames en heren, ik presenteer u Brainless. En dat is zo'n hele foute fluit, die zat daar overheen. Heb je wel zo gehoord? Oh man, hé. Zitten dingen erachter die... Dat is die andere cd. Jezus, dan vertegenwoordig je die gasten en dan probeer je allemaal heel serieus te bouwen aan toekomst. Hè? En dan komen ze hiermee. Hè? En dan kwamen zij op en dat was dan de ultieme anticlimax. Ja, en dan bijvoorbeeld met King Julian. I like to move it. King Julian, super vet. Brainless, feest met een grote F, sowieso. Joh, echt. Hoe flauwer het was, des te beter het aansluk ook, jongen. Dat je echt denkt, gasten, gaan jullie dit draaien? Ja? En dat je dan zit te kijken en dat het werkt. Nou ja, vroeger was het natuurlijk met cd's, hè. Ik had vroeger 2 van zulke koffertjes. En dan kwam ik zo het café binnen. En dan ging ik draaien. Ja, hier zie je ze nog staan natuurlijk. De oude... Hier staan echt singeltjes van 58 jaar geleden. Yo, Art of Trance, dat bedoel ik. Het plakt ook, weet je wel. Het hoesje kan niet eens open of er zit hier in. Hele enthousiaste DJ's die gewoon de cd's terugstopten. Ja. Gewoon niet in het hoesje. Ja, dit is gewoon geniaal. Maar deze plek is echt heilig. Café Jansen heeft zijn 30-jarige bestaan gevierd afgelopen jaar. Dus dat zegt wel genoeg. 30 jaar. Ja, hij belde me altijd als hij zei van... ik heb net in Amerika gestaan voor 10.000 man, dat is niet normaal. En ik kon alleen maar van dromen. Ik zag het alleen maar op zijn YouTube-video's, weet je wel. Maar het was wel kicken, want elke keer belde hij me en zei... Ja, dat is niet normaal. Je moet dit gewoon een keer meemaken. En ik dacht, ja, dat wil ik ook wel. Dus toen deed ik mee in die DJ-contest en die won ik toen. Ja, toen mocht ik even een half uurtje openen op Dance Tour. Maar dat was voor mij al heel wat, omdat ik... Eigenlijk alleen nog maar hier in de kroeg en in de discotheekjes draaien. Toen had ik eigenlijk tegen Daan van ja, je moet met me meegaan, weet je wel. Voor mij ga je als voorprogramma mee, maar het is alleen maar vet om deze ervaring samen te delen. Want je weet nooit hoe lang het gaat duren. En dat heeft toen nog eigenlijk een jaar gekost. Want Daan had toen nog gewoon een vaste baan, fulltime baan. En toen heb ik hem 1,5 jaar lang proberen te overtuigen dat hij zijn baan moest opzeggen en dat hij met mij mee moest. En toen op een gegeven moment heeft hij die keuze gemaakt en ja, nu zitten we hier. Ja, serieus, dansen. Daan stond bekend dat hij het feest kon maken. En ik heb altijd gedacht dat ja, dat blijft dus hartstikke goed gaan. Nooit geweten of dit het zou worden of zou zijn hoor. Want hij werkte toen nog steeds wel voor een bedrijf hier in Breda. Ja. En hij heeft ook altijd gezegd dat hij dat heel fijn vond, omdat het zijn 2 verschillende werelden. de wereld van het bedrijf waar hij in zat was totaal verschillend aan de wereld van feesten en partijen en lol maken en muziek draaien. Ja. Ja, en later is er een punt gekomen dat zijn muziek een andere richting op ging. Dus niet meer de DJ die de fijne nummers en de dansnummers aan elkaar draait, maar ging die ook echt meer zijn eigen muziek maken en ging die meer de house kant op. Daarvoor hebben we wel altijd gezegd van ja, het is wel mooi en aardig, maar je moet wel zorgen dat je een studie afrondt. Ja. Zodat je ook gewoon in het gewone leven een baan hebt. Zodat je daar ook eventueel op kunt terugvallen. Ja. Living Projects is een bedrijf dat gespecialiseerd is in verlichting. Maar wij werken inderdaad echt voor entertainmentbedrijven, we werken voor architecten om mooie dingen te maken. Daan Rommers heeft hier gewerkt, absoluut. Ja. En Daan heeft daar de functie marketing vervuld. Ja, Daan past op dat moment perfect in onze organisatie. Wat betreft kennis en kunde, wat aangaande zijn kwaliteiten waar hij op geschoold is. In combinatie ook met zijn gevoel voor de business waar wij als organisatie uiteindelijk in werkzaam zijn. Nou, doorgaans was hij een kwartier of 20 minuten te laat. En daarna heeft hij vervolgens gewoon hard gewerkt en was hij ook niet te beroerd om een kwartier of 20 minuten langer door te gaan. Daan was zowel verantwoordelijk voor de online als de offline campagnes. Was altijd bezig met het schrijven van teksten, creatieve nieuwe dingen te bedenken. En ja, eigenlijk Living Projects op de kaart te zetten in de breedste zin des woords. Wij hadden met elkaar de afspraak dat ik als werkgever op dat moment flexibel zou zijn op het moment dat hij daar de behoefte aan had. Kortom, op het moment dat Daan op een woensdagavond een bepaald klus moest draaien, dat varieerde op dat moment nog van bruiloft tot dancefeest, dan waren wij flexibel, was ik flexibel om met hem af te spreken dat hij niet op donderdag kwam werken, maar op vrijdag. Nou, gezien zijn functie en zijn zelfstandigheid in zijn functie was dat ook geen enkel probleem. Ik kwam op dat hele mooie idee om mijn eigen label te beginnen, terwijl ik met Daan met onze voeten in het zand in Curaçao stonden. Ja. Ik zei, weet je wat we gaan doen? Niemand wil onze platen uitbrengen, we gaan het zelf doen. Ja. Ja, toen zijn we Revealed begonnen. It's time to reveal to the world what's next. Ja. Nou, het eerste plaatje dat op Revealed uitkwam, dat was oorspronkelijk een edit van Daan van Bad Habit. Ja, een bootleg inderdaad. Dat was een bootleg en ik draaide die bootleg heel erg veel in mijn set. En ik had zoiets van, weet je wat, we moeten gewoon eigen vocalen op doen. En toen heb ik het nog verder uitgewerkt, afgemixt en zo. En ja, toen hebben we er eigenlijk een samenwerking van gemaakt. Toen heb ik op een laaie maandag een keer die vocalen ingezongen met mijn fantastische zangstem. En ja, dat was, toen was de allereerste release van Revealed was ontstaan. Feest, gezellig. Zoals je hoort is wel een groot verschil met wat je tegenwoordig in de EDM hoort. Het is natuurlijk veel harder en veel... Hier zit nog echt groove in en ik denk dat je ook wel hoort dat we van Curaçao kwamen. De witte stranden, je zit echt nog die bubbeling in. It's time to get down girl, it's time to get this party started. Het is wel een heel lyrisch hoogstaand plaatje hoor, dit. Ja. Op een gegeven moment had ik 2 plaatjes gemaakt. Eentje samen met Boris, met Boris en eentje solo. En toen zei Robert, ja super vet. Laten we dit releasen als een soort van EP. Dat was nog onder DJ Funkadelic. Dat was voor mij toen ook heel bijzonder. Dat was eigenlijk mijn eerste echte solo release toen. En daarnaast heb ik nog als Brainless. Dat zegt al genoeg natuurlijk, gewoon niet over nadenken, gewoon gas erop. En die tracks zijn ook onder andere door Tiësto gesupport. En toen de tijd echt grote namen. En dat was gewoon, voor ons was dat heel erg kicken. Dat was voor mij echt zo'n ding van oké, ja, producers gaat nu ook lekker. En nu gewoon doorzetten en daarin ook me verder om doorontwikkelen. Ik had nooit het idee van oké, ik ga nu echt voor dit of ik ga voor dat. Ik deed alles maar. En ja. Op een gegeven moment zei Robert ook van ja gast, weet je hebt het in je, maar als je niet 100% voor dit gaat, dan gaat het ook nooit iets worden. Ja, toen kwam er wel zo'n dilemma. Wil ik meer in het bedrijf? Want dat bedrijf ging ook heel goed. Daar wilden ze hem eigenlijk meer dagen gaan hebben. En hij zag zijn muziek steeds beter gaan. Dus op dat punt heeft hij wel gezeten. En ik herinner me nog dat dat 3 jaar geleden is met kerst. En dat hij dat aan het kerstdiner ook zo vertelde. Ja, dat dat hij niet precies wist hoe dat hij dat nou moest aanpakken, omdat hij ook wel dat vaste inkomen van zijn bedrijf, dat hij dat ook wel nodig had, omdat hij niet wist wat dat zou betekenen als hij vol voor zijn muziek zou gaan. Eerst de vraag stelt: wat wil je? Ja, wat zou je nou willen als je nou nergens naar hoeft te kijken? Ja, toen zei hij heel snel: ja, daar zou ik toch het liefst voor mijn muziek gaan. Dat vond ik wel heel mooi dat ze dat zeiden. En ze hebben gewoon letterlijk gezegd van, mocht er iets gebeuren, dan dat we je financieel ondersteunen. Nou, dat is natuurlijk mega, mega bijzonder. En dan kun jij misschien die stap maken. Nou ja, dat heeft hij met beide handen aangegrepen. En toen heeft hij zijn baan opgezegd en is hij voor zijn muziek gegaan. En nou ja, ook met Robert's support. Die Robert zei ook van, ja luister, weet je wel, je kan met mij sowieso mee, dus we gaan gewoon knallen. Ja, dat was echt, dat is denk ik het startpunt geweest van waar ik nu ben eigenlijk. Zonder Robert, zonder mijn ouders, zonder familie had ik dit nooit kunnen doen. Ja, en ik wist natuurlijk ook dat het moment een keer kon komen. Maar zowel Daan als persoon, omdat ik hem natuurlijk goed kende ondertussen, ja, heb ik Daan ook echt verteld dat hij gewoon als een sodemieter gewoon moest gaan voor zijn DJ-carrière. Hij had een enorm talent, of heeft een enorm talent. En dat talent moest hij gaan uitnutten. En als hij dat toen niet deed, ja, dan zou het moment wellicht niet eens meer komen. Dus ik heb hem voor gek verklaard op het moment dat hij het niet zou doen. Daan was aan het draaien in de Mad Club in Lausanne. Robert en ik waren vrij en we stonden achter hem. We waren shotjes aan het drinken. We waren Daan dus allemaal shotjes aan het geven. En echt veel ook. We bleven maar gaan. Wat deden we dus? We gaven Daan een shotje Jägermeister en wij dronken een shotje cola. Je zag echt zijn gezicht steeds meer zweet en helemaal onder. Hij komt van het podium. Het was wel raar. Wij stonden helemaal nuchter, niks in de hand. Daan lag er echt helemaal vanaf. Het was klaar. We hadden een keer gedraaid in Den Haag, in Havana. En Robert was ook mee. Op een gegeven moment zitten we in de auto en we zien in één keer een bus voor ons staan met clownsverhuurbedrijf. Dus wat doet Daan? Hij pakt zijn telefoon, die gaat dat bedrijf doen. En hij heeft 30 bier in zijn midgang. Hallo, is het daar, Robert? Ik wil graag een clownje bestellen. Maar hij was het helemaal vergeten, dus hij wordt 's ochtends wakker gebeld door die gast van de clownsbedrijf. Ja, met Pietje, ik heb gehoord dat jij een clown wil bestellen. Mooi. Dus ik denk niet dat er een einde van Brainless is, want dat is gewoon de vriendschap tussen die gasten en hun muzikale visie. En ik bedoel, Daan moet ook uitstapjes hebben en lol maken. En Robert, wel. En Robert trouwens net zo goed. Die heeft ook vaak gewoon behoefte natuurlijk om eventjes zijn ding te kunnen doen. Brainless is nooit gestopt. Is gewoon een beetje verwaterd. Ja, nog geen jaar later dat Daan gestopt is met zijn werk eigenlijk. En vol voor draaien ging. Toen ging Revealed ook supergoed. En toen hebben we eigenlijk al de eerste Revealed bustour gedaan, toen in Canada. Nou, dat was meteen een keihard feest. Daan ging met mij mee. Natuurlijk was dat een voorprogramma. En dat duurde maar 6 maanden. Na die 6 maanden kwamen mensen ook voor Daan. En dat had mede te maken dat hij natuurlijk heel veel muziek uitbracht. Maar na 6 maanden zag ik al van dat mensen ook voor Daan kwamen. En niet alleen zeg maar, oh, Hardwell heeft een voorprogramma of wat dan ook. Nee, ze kwamen om ons beiden te zien. Had ik vrij snel als Daan toen bij Anna Agency ook aangesloten. Anna deed mijn agenda al en als Daan natuurlijk mee moet, was het natuurlijk heel lastig plannen als Daan bij een ander boekingskantoor zou zitten. Dus Daan is eigenlijk vrij snel bij Anna Agency terechtgekomen. En ja, toen heeft Anna eigenlijk onze agendas helemaal gecombineerd. Alleen dat was best wel lastig in het begin, omdat Daan inderdaad nog gewoon bruiloft en dat soort dingen erbij deed en bedrijfsfeesten. Ja, ik kende hem via Robert. Nou, Daan op een gegeven moment toch het idee dat hij de stap wilde maken om te gaan voor de muziek en voor zijn DJ-carrière. Dus toen kwam hij hier langs en toen hebben we een gesprek gehad. Het ging in eerste instantie over boekingen, dus aansluiten bij Anna Agency. Nou, toen hebben we het erover gehad en nou, ja, wat zijn dromen waren en wat hij graag wilde. En dat hij er echt 200% voor wilde gaan. En nou, toen zei ik van, nou leuk, laten we het doen. Ik vond het fijn dat hij die connectie had gemaakt met Anna. Omdat wij ook wel wisten dat Hardwell daar natuurlijk ook bij zat. En nou, dat is, volgens mij was dat een goede combinatie. Ja. Daan had ook iets met Anna. Ja, ik denk dat dat ook wel een voorwaarde moet zijn om ja, was met iemand verder te kunnen. Ja. Dit was een hele logische vervolgstap. Dat zagen we allemaal aankomen, dat zagen we gewoon gebeuren. Er was niks geks aan. Supergoeie DJ. Echt technisch is hij gewoon een van de beste. En hij is een hele goede producer. En, hij heeft een hele eigen sound. En dat is voor ons hier echt ja, dat is heel belangrijk. Daan heeft gewoon wel heel veel potentie en dat blijkt ook. Wel echt steeds meer een eigen identiteit. Dat was in het begin een beetje lastig bij hem, maar hij begint steeds meer vorm te krijgen. Omdat Revealed zo vol zit nu, is er geen plek voor en moet ik af en toe die jongens teleurstellen en dat wil ik niet. Revealed is niet ontgroeid, maar het is wel goed om voor hem ook een eigen platform te hebben waar hij misschien meer vrijheid heeft ook in de wat meer underground dingen. En toen zag een jongen, die zag Daan ineens zitten en het was alsof hij bevroor. Ja.